heeft de gemeente Almelo het aantal inwoners in beeld dat moeite heeft om rond te komen of in financiële moeilijkheden verkeert. Ja, we hebben dat aantal goed deels in beeld. Dat gebeurt aan de ene kant via onze vroegsignalering. Hè. Dus onze vaste lastenpartners, denken aan gas, water, licht, maar ook de woningcorporaties, die geven ons een signaal door op het moment dat er sprake is van betalingsproblemen. Dus daar gebeurt dat. Maar ook onze schuldenspecialisten, die hebben daar zicht op. En ook natuurlijk de mensen die op dit moment gebruik maken van schuldhulpverlening en ook gebruik maken van de bijzondere bijstand, die zijn bij ons in beeld. Maar, en met uw goedvinden vertel ik daar nog een duidelijke maar bij, achter elke situatie zit natuurlijk een persoonlijk verhaal. En dat maakt mij vanuit mijn verantwoordelijkheid als wethouder sociale zaken ook wel erg betrokken bij dit soort onderwerpen. Want ja, of het nu gaat om ouders bijvoorbeeld die in de schulden zitten, die problemen hebben. Of jongeren, kinderen die zonder ontbijtjes naar school gaan. Of dat het nu gaat om jeugd met schulden. Elke situatie die vraagt de aandacht. En ik zou dus ook graag een oproep willen doen dat... Zit u met een probleem? Is er een vraagstuk waarmee u kampt? Meld het dan ook vooral. Hè? Want dan kunnen onze schuldenspecialisten, onze medewerkers goed kijken wat in die situatie het beste is. Zodat er weer perspectief is om naar de toekomst te kijken. Welke contacten heeft u met andere partijen op dit gebied? Onder andere via het Armoedepact. Daar is natuurlijk een hele grote schare aan organisaties bij aangesloten. Maar om er een aantal concreet te noemen, kunt u bijvoorbeeld denken aan de thuisadministratie van Avedan. Maar ook Schuldhulpmaatje, de Voedselbank. Nou, daar zit echt een heel netwerk van partners bij aan tafel. Denk ook bijvoorbeeld aan de stichting Urgente Noden Twente. Nou, die maken dat we met elkaar de schouders onder zetten om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen die dat nodig heeft. Waar kan ik mij dan melden? Nou, het beste is, en dat is ook het advies dat ik graag zou willen geven, is blijf er niet mee zitten. Hè. U kunt naar het wijkteam van de gemeente bijvoorbeeld gaan. Laagdrempelig toegankelijk op 6 plekken in de stad. Maar vindt u dat ingewikkeld? Hè? De huisarts kan ook een ingang zijn. Tegelijkertijd, bij wijze van spreken, een vertrouwenspersoon op het werk. Hè? Blijf er niet mee zitten. Dat is het belangrijkste. Maar tegelijkertijd hebben wij dan, op het moment dat de vraag bij ons in beeld is, natuurlijk een heel palet aan regelingen waarvan we met de betreffende inwoner kunnen kijken waar hij of zij gebruik van kan maken. Waar wij ook nadrukkelijk vinger op aan de pols houden is bijvoorbeeld het steunpakket rondom de energietoeslag en de energiearmoede, waar op dit moment ook in onze stad nadrukkelijk dat fonds ook voor is ingericht. Nou ja, daar houden we vinger aan de pols. Wat gebeurt er in de stad en hoe kunnen we daar met onze schuldenspecialisten onze inwoners zo goed mogelijk mee helpen?